vanuit die ondernemerskredieten zien wij dat de gemiddelde financieringsaanvraag die wij in ieder geval, waar we de reacties op krijgen, de adviesvragen van binnen krijgen, zit eigenlijk onder die 100.000 euro. Eerder rond tussen de 50 en de 100.000 euro. Als je zo'n aanvraag krijgt, is dat dan voor jullie lastiger of zijn het juist de duurdere aanvragen, met meer krediet, waar het simpeler wordt? Laten we eerst stellen dat wij geen ondergrens hebben van jongens, daaronder verstrekken we geen financiering. Iedere financiering is welkom en wij doen nog relatief heel veel kleinere kredieten. Zoals je zegt, dat is ook het grootste aantal en de grootste aanvragen. Het moeilijke vaak bij kleinere financieringen is de informatieasymmetrie tussen de ondernemer en wat hij weet. Het zit vaak in de hoofd van de ondernemer. Ja. Daar waar je bij een grote onderneming, neem een Ahold, daar heb je cijfers en daar zijn allemaal financiële analyses, heb je CFO. En daar is de informatie tussen de financier en de ondernemer veel meer gelijk. Dus dat is een probleem wat we moeten overwinnen bij het financieren van kleine ondernemingen. En dat is ook iets waar de ondernemer een belangrijke rol in kan spelen. Zorg dat je financier, zoals Maarten zegt, meeneemt in dat proces. En zorg dat hij weet waarom je bepaalde beslissingen neemt.